Dit is het beste van Bommetje. Bij Bommetje heb ik altijd een co-presentator of een presentatrice. Dat heb ik dit keer ook. Anouk Maas. Hallo. Bij het eerste spel hadden we de schans. Ja. Twee kinderen naar beneden. Ja. Had je nog bemoeigende woorden voor ze? Ja, zeker. Maar ze hadden er gewoon heel erg veel zin in. En je merkte bij een aantal ook wel dat ze dachten, oh, dit is wel echt heel hoog. Dus nu moet je dan weer wat extra moed in praten. Want ja, ze kunnen ook niet meer terug. Nee. Je moet gewoon gaan. Nou, even naar boven gekomen en dan niet meer terug. Kijken we terug, maar via de schans. Alleen via de schans, inderdaad. Okay. Anouk! Hoe is de stemming boven? Gespannen. En jij zegt, ik heb geen hoogtevrees. Ik sta hier nu. En ik moet zeggen, ik vind het toch wel pittig hoog, hoor. Kevin, hoe is het met de zenuwen gesteld? Ja, gaat goed. En ga je winnen? Zeker. In 3, 2, 1, go! Daar gaan Kevin en Daan. Daar gaat iets eerder als Kevin. Maakt niet zoveel uit. Het gaat om hoe ver. Boom, ja. Laten we even kijken naar de herhaling. Gaat heel goed hier. We zien Daan, die is verder. En die heeft zijn bootje ook al weg. Die probeert uit te strekken. Ja, Kevin ook wel. En hoppakee, dat ene beentje. Het zou best eens kunnen helpen, hoor. Draai maar om. In 3, 2, 1, go! Ja, het is Feyenoord tegen Superman of Superwoman. Ja, daar gaan ze. Oh, prachtig! Zag je dan hoe Jesse ging? Heel goed. Ja, bootje los mooi en dan uitstrekken. Goed zo. En daar komt Jesse, maar hoog. En dan, ja, dan is je val wat verder lijken. Dan gaan Judith en Desiree. Judith, ja, een versje lang nog in de auto waarschijnlijk. En oh, een dubbele salto. Ja. Zag je dat? Zo. Even kijken in de herhaling wat, waar nou precies het misgaat. Judith komt ergens met die draai uit. Waar weet ik ook niet. Die bandjes gaan goed. Daar is niks aan de hand mee. Maar ja, je ziet die Desiree, die denkt ik ga heel ver. En Judith die denkt, probeer ik misschien wat uit te strekken met mijn benen. Terwijl mijn handen misschien nog... Nee, geen idee, ik ga traag aan de... Wat ging er nou mis? Nou, weet ik ook niet. Nee. Draaien, je draaide een beetje, je kwam een beetje scheef terecht. 2, 1! Ja hoor, daar gaan ze, Brett en Joanne. Zij aan zij. Hoppakee, uitstrekken. Oh, nou, mensen. Dit is een fotofinish, zeggen. Ja hoor. En de ene gaat met hoog als de ander. Die gooit ook het bootje weg. Dat is Brit. En Joanne denkt uitstrekken. Zo moet het. Beentjes naar voren. Oh, wat goed. 1. Noor en Martijn. Daar gaan ze. Martijn iets eerder als Noor. En hoppakee. Oh, dat is overvallen. Ja, bro, dat is ver, hè. Nou, dat vond ik ook, hoor, trouwens. Ja. Had je niet verwacht natuurlijk dat iets zo... Nee, dat is ver. Ja, als je wint, dan ga je naar de balk. Als je verliest, moet je naar de bom. Die vond ik denk ik wel heel pittig om dat te zien. Ja, waarom dan? Ja, je wordt zo gelanceerd. Je moet vasthouden en hij draait maar in het rond. En dan maar hopen dat je zo lang mogelijk vasthoudt. En ook, wat als je loslaat? Hoe ga je vallen? Je hebt geen idee. Oké, we gaan aftellen. 3, 2, 1, go! Hou vast, Piet. Je hebt 45 seconden en in die 45 seconden moet je het een beetje rond zien te maken. En er niet vanaf gaan. Je mag niet zitten, dat zijn de spelregels. Ja, heel goed. Dit is lekker hoor, dit is goed. En je moet hem gewoon een beetje onder controle houden. En dat doe je hartstikke goed. Hou hem onder controle. Laat je niet gek maken. Ja, Piet, lekker jongen. Hoppakee, dit is goed, Piet. Ja, als een doel. Oh, nou gaat dat beentje. Hoppakee. Je ziet dan bij dat beentje dat losgaat, dan gaat het mis, hè. Zie je wel, kijk maar even hier. Dan haal ik ook. Dan gaat het voetje vis en dan gaat het mis. Maar wel een mooie tijd. 26-01. Lekker. Kom aan, Ingemar. Hou je vast, jongen. Hou je vast. Jij kan het. Hou je vast. Meer dan 16. Oh, laat me los. 3. 2, 1, kom aan, Ray. We doen allemaal voor de week boodschappen bij je. Als je meer dan 45 seconden kan volhouden. En kan hij dat? Oh, dan gaat hem ook. Ja, dat kan hij. Hij kan die bom prachtig in bedwang houden onder zijn voeten. Hoppakee. Ray, we zijn trots op je. Dat doe je goed. Oh, dat ene beentje. Hij zit met één been. Oh, jongens. Ja, hij moet met twee voeten erop blijven staan. En kijk eens wat een prachtige flamingo-houding zo. Goed. Hey, Ray. Gaat zeggen, best goed was 1660. Ja, het is niet het slechte. Boas, jouw vader gaat erop. Wat is dat voor een type? Stoer? Een wiskundeleraar. Een wiskundeleraar. Ja. Oh, die legt er heel gauw af. Nou, we gaan toch tellen. Kijken of je het redt. In 3, 2, 1. Kom maar, Joost. Wij geloven in je.
Joost houdt vast met zijn neus tegen de slang aan. En kan Joost, hou vol. Oei, oh Joost, ai. Ah, dat is wel een, ach. Ja, het is eigenlijk een straf als je op zo'n bom moet, toch? Eigenlijk wel, ja. Is het ook, want je verliest een onderdeel daarna de bom. Ja, ja. En degene die gewonnen hadden, die ging uiteindelijk naar de balk. In jouw seizoen was het zo dat ze moesten op de balk lopen. Ja. En als je aan het einde komt, dan moet je de polstok pakken. En dan in een ring springen. Ja, nu weet ik het weer. Ja. Go! Daar gaat Angelina Ballerina. Wat een snel ook. Je hebt 25 seconden. Ik zou dat volop benutten. Benutten, Filian. Snel, jongens. Maar toch 10,90 meter. Goed, hoor. Ja. Ik zou zeggen, aan je touw. 3, 2, 1, go! Daar gaat Jens, ook zo snel. Oh, 4 meter. En wat is het? Waarom doen mensen dat? Oh, ah, ja. Oh. Dat is wel leuk, hoor. Zo, het lijkt wel of iedereen heel hard wegloopt voor Anouko. 10 meter 10. Ja. Staan ze hier naast me in prachtige New Kids outfits. Kun jij een beetje gabberen? Een beetje. Doe eens. Nee. Doe ik met je mee. Doen we alle drie gabberen? Ja, doen we. 3, 2, 1. Ik kom in Brabant, ik kan het zeker wel. Oké, zijn we opgewacht? Ja, dat kan het goed. Oké, dan gaan we ervoor. Draai je om in 3, 2, 1, go! Nou, daar gaat Jeroen. Ja. Ja, Jeroen. Heel goed gedaan, man. Lekker. Juist. Moet wel even wat sneller. Ik heb je zenuwachtig gemaakt natuurlijk, hè. Ja, Carmen. Jij moet de lengtes mee gaan maken. Je zit op de 3 meter. Heel goed. 4, 5. Het is prima, hoor. Hartstikke goed. Denk aan de tijd. Even doorgaan nu. Pak die polstok. En door die ring heen springen. Ja, net op tijd. Dus dit is goed, hoor. Dit is prima. Ja. Dus 23,60. Ze zijn door. Go! Daar gaat Dail. Dat is de oom van Lisa. En oh, ai, 3 meter. Dit is een zo beroemde koekoek, hè. En daar gaat Lisa. Die leek, nou moet ik voorzichtig zijn. 11 meter ga je door. Oh, Lisa, dat ziet er niet goed uit. Je moet nu wel doorstappen. Doorgaan. Even wat langere, grotere stappen nemen. Misschien is dat beter. Je seconde, die tik gaat dan weg. Nog je 5 meter. Oeh, 5 meter. En dat wat Dail dan nog heeft gelopen, is dat dan genoeg? Het is niet genoeg. Het is 8,70 meter. Jullie zitten op dit moment in de gevarenzone. Nou, Jan Willem, 25 seconden. Rustig aan. Nou, ja, je gaat door. Nou, dat is. Hij staat op. Ja, ook nog. Hij staat. En nog een keer. Dit is een dubbele koekoek. Ja, nou, Anouk. Nou, jij, rustig aan. Rustig aan, Anouk. Kom op. Jij kan het. Dat is 4 mee. Oh, hij gaat er toch wel vanaf. Ja, dit moeten we even in herhaling zien. Kijk even, daar gaat Jan Willem. En oep, ja, dat is koekoek. Dan gaat hij naar boven kruipen, denk je. En dan valt hij en dit. Koekoek. Ja, die Jan Willem toch. 8,90 meter. Dan nu de slide. Want daarna gaan we naar de finale. Maar er moeten natuurlijk een aantal mensen nog afvallen. Mm-hmm. De slider doen de ouders. Ja, het is eigenlijk als je de verschil ziet van de ene slide, die gaat iets omhoog en deze gaat recht naar beneden. En dan is het wie het eerste in het kussen is. Dus dit gaat gewoon 2 keer zo hard? 3 keer. 3 keer. Go! Dan gaan Jeroen en Mart. Mart ligt hier iets voor. Zegt dat wat? Nee, kijk naar Jeroen. Oh, ja! Boom! Jeroen, geweldige tijd, hoor. Fantastisch. En dan is het ook nog even, neem ik het goede poortje. Dat doet hij, hoor. Kijk eens even, geweldig. Ja, en Marten geeft eigenlijk min of meer al op hier. In 3, 2, 1, go! Ja, volgens mij gaat het zo snel. Je kan eens hoogtevrees hebben, Jaap. Daar gaat hij. Oom Jaap, kijk eens even. Oh, dat is zo, boom! Ja, weer zo'n landing met elkaar zo. Ja, maar oom Jaap is er volgens mij door. Ja, die is door. Kijk maar even. Boom. Daar gaat Frank en Luc. Luc startte iets eerder als Frank. Dat is die Franse. Jee, jongens. Ja, nou, ja. Ja, nou, maar wie dan? Daar gaat het om. Wie dan? Ja, kijk, je ziet hier dat Luc op zijn Frans, hè. Ja, dat is die Franse venijnigheid. Iets eerder is dan Frank. Allebei door het goede poortje. En dan mag u tegen me zeggen. Ja, ik denk dat ik wel zie wie als eerste de muur aanraakt. Ja, daar gaan we. In 3, 2, 1.
Dan gaat Theo tegen, ik zeg nog maar één keer, opa Nick. Maar Theo legt iets voor ten opzichte van Nick. Maar ze komen allebei over de grens en het is... Ja, het is Nick die als eerste finisht. Wat goed, prima. Allebei door het goede poortje. En dan is het de vraag, ja, wie gaat er dan winnen? Nou, heel makkelijk, dan wordt Nick. Laten we het dan even goed op terug. 3, 2, 1. Ivo is een gevaarlijke tegenstander, want die wint bijna alles. Dat was hem bijna omhoog. Hij loopt hier ook voor. Dat is moeilijk. Oh. 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 Oh, er gebeurt iets. Oh. Ja. Met z'n tweeën ja. Doorgehoord. Ja, je ziet dat Ivo hier als eerste is. Maar wat gebeurt er allemaal? Ze willen allebei door het goede poortje. En dan zitten ze gaan allebei door hetzelfde poortje. Dat is het. Ja, en Ivo tikt dat hier als eerste aan. Boom. En dan ga je naar die finale. Waarvan heel veel kinderen natuurlijk ongelooflijk blij zijn. Ja. Maar heel veel ouders dan denken, hoe, dan moet op Lobben ook. Ja, dat begrijp ik wel, ja. Want het is, je weet niet waar je terecht gaat komen. En je wil natuurlijk zo hoog mogelijk. Maar ja, dat hele team dat er op dat ding springt. Ja. En jij vliegt de lucht in. Dan moet je nog zorgen dat je heel huids weer terug beneden komt. Ja. 10 ton Theo en Bullseye. Drie, twee... Daar gaat oom Jaap. Wat een mooie landing. Ja hoor, dat is hem. Ik heb aan de telefoon Epke Zonderland. Ja, oh fantastisch. Kijk, daar gaat die beweging. Daar omhoog. En hup, en die handjes zijn omhoog. En daar komen die beetjes. Ja hoor, de wolken aangetikt. En hupplakee. In het water. Kaarsrecht. Go! Ja. Jongens. Ongelooflijk. We worden net gebeld over in Groningen een aardbeving is ontstaan. Het epicentrum ligt in dit mooie huizen. Even naar de herhaling. Hij dacht, hey, ik heb twee linker en een twee rechter. Nee, ik heb een linker en een rechtervoet. En dan gaat hij naar beneden. Boom, nee, maar. Hi. Nou, dat weten wij al genoeg. Ja. Is het op het Gerard Joling Centrum? Ja. Moet ik even voelen? Nou, wacht even, ik moet nog eten, bedenk ik me net. Kom maar. Heel goed gedaan. Bommetje! Daar gaat daar, hoppakee, daar lekker op. Ja, nee, dat is die plat volgens mij. Dit ging heel goed hoor. Bommetje! Daar gaat wiepen. Heel leuk om dit terug te zien. Ja, ontzettend leuk. Ja. Dit was het alweer. Het gaat snel, hè? Het gaat ontzettend snel, ja. Dank je wel, Anouk, dat je er was. Jij ook bedankt. En tot de volgende keer bij Bommetje. En hier is de dubbele koekoek. Seconde, rustig. Nou, oh, oei. Ja, je gaat door. Nou, kruipen. Dit hebben we toch nog. Oh, weer. En nou.